Goedemorgen, het is vrijdag. Ik moest even niezen. Goedemorgen, weet ik niet. We hebben iedereen 3 uur geslapen vannacht. Elin was helemaal lijp. Die heeft urenlang nee gekrijsd. Van alles geprobeerd. We hebben er voor haar gezongen, flesje gegeven, uiteindelijk ook pijnstillers gegeven. Nou, we wisten echt niet wat erin zit bij ons gelegen. We hebben bij haar gezeten. Nou, alles geprobeerd. Het was echt verschrikkelijk. Het was zo'n nacht dat je denkt, oh ja, die bestaan ook nog. Maar goed. Toevallig zouden ze vanavond bij mijn ouders gaan eten. Dat zal ik zo nog wel uitleggen. Ook als mijn ouders gezegd, joh, mogen ze ook blijven slapen. Niels was sowieso al heel lang weer een keertje bij mijn ouders logeren. En ik dacht, nou, nee, ja, kun je krijgen. Maar ze zeiden, ja, het is helemaal goed. Oh, dan kunnen we vanavond weer bijslapen. Want toen zij uiteindelijk sliep, werd Niels wakker. En dat was dus om 6:10. Maar ik dacht dat ik 7:10 zag staan. En toen dacht ik, oh, vlak voor dat. Maar dat was natuurlijk een soort hersenkronkel van mij die nog net niet geslapen had, zeg maar. Ik was net een beetje in slaap. Toen dacht ik, oh, voor dat schaapje zijn wekker, zeg maar, voor dat schaapje wakker wordt, neem ik hem wel bij mij in bed. Want dan weet hij niet dat het al opstaan tijd is. Maar toen lag ik met hem dus bij ons in bed. En toen dacht ik, wat we echt nooit doen. Even om te troosten, hooguit. Maar eigenlijk ook al niet. Maar goed, toen lag ik in bed. En toen dacht ik, als het 7:10 was geweest, dan was schaapje al wakker. En toen keek ik op mijn telefoon. En toen was het 6:10. Dacht ik, oh my god. Dus maar goed, toen lag Niels inmiddels bij ons. En ik zei van, nou, je mag hier blijven liggen. Maar dan moet je echt gewoon gaan slapen. Maar ja, dan lig je eigenlijk ook niet lekker. En toen om 6:15 kwam Elin. Toen was Sven er helemaal klaar mee. Dus die is eruit gegaan met Elin. Want die begon weer echt te krijsen. En Niels zei, kan niet slapen. Want Elin maakt zo'n herrie. Nou, het was verschrikkelijk. Toen dacht ik net dat ik er naar bed had gebracht. Maar nope. Dus ik weet het niet. We gaan het zien vandaag. Maar goed, in ieder geval gaan ze vanavond bij mijn ouders slapen. Wat wel leuk is, is dat we hebben bij een restaurantje waar we vroeger wel regelmatig aten, restaurant Blij. Daar kon je nu daar heb je altijd Samsam, dus dan heb je allemaal kleine gerechtjes. En daar kon je nu 3 gangen doen met 12 gerechtjes. Dus dan heb je voor 4 gerechtjes, hoofd 4 gerechtjes en na 4 gerechtjes. En dat kon je dan doen. Het was 19,95. Nou, dat is echt geen geld. En dat wordt dan de man, zeg maar. En dat wordt dan vandaag bezorgd. En daar hoef je dan nog heel weinig aan te doen om het op tafel te zetten. Dus ik ben heel benieuwd. Dus dat hadden wij, daarom hadden wij eigenlijk gevraagd of de kids bij mijn ouders konden eten vanavond. Maar goed, nu is het dus, gaan we dus wel dat eten. We proberen wakker te blijven. Ik zou het zeggen, misschien moeten we een powernap vanmiddag. Maar we moeten allebei nog werken. Maar ik ben zo gaar. Hij zei op een gegeven moment, ja, wil je dit of dat bij je? Toen dacht ik kan gewoon niet nadenken. Sven die kan ook makkelijk weer in slaap komen. Maar ik zit dan zo in een hoge hartslag van hysterie, van dat gekrijs. Dat ik gewoon ook, voordat ik überhaupt weer in slaap ben. Nou goed, genoeg gemekkerd. We gaan dus vanavond gezellig samen uit eten in eigen huis. De stofzuiger is weer stuk. Vaat was dus wel gemaakt. Nou, on a happy note. Dus dat soort dingen wil ik ook doen. Nou, ik moet dus nog een paar uur werken om in te halen van woensdag. Ik heb geloof ik nog 1 of 2 overleggen ook. Dus het wordt een busy bee day. Ik ga de boodschapjes bestellen. Tenminste, ik ga de lijst maken om de boodschap te kunnen bestellen. En ik neem jullie mee. Dit weekend hebben we uiteraard weer geen plannen. Nou, dat is niet waar. We gaan misschien eventjes met mijn... We gaan een poging doen om te borrelen online met mijn nicht en de kids. Dat is volgens mij het enige. Oh, ik heb gewoon... Ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb gewoon kippenvel van de moeheid. Ik heb heel veel poeder en spul op, maar dat ging ook allemaal mis. Want ja, als ik moe ben, dan gaat het ook wel niet goed. Maar ik ga nu mascara opdoen, oogschaduw. Dan kunnen we er weer tegenaan. Het is inmiddels net iets over 2. Cola erbij. Ik heb het gewoon echt koud. Gewoon.
De kids zijn lekker naar mijn ouders. En Niels had heel veel zin om te logeren. Had het al een paar keer gevraagd die hij weer een keer bij opa en oma mocht logeren. Nou, this is the moment. Ik ga mezelf zo onder het motto van energie proberen te krijgen. Ga ik als ik mijn werk af heb en mijn andere actielijst. Dat wil ik eigenlijk wel binnen nu een anderhalf uur zo gedaan hebben. Dan ga ik denk ik lekker een lesje Zumba doen. Dat is ook leuk in mijn haar. En ik denk, terwijl ik wel heel blij was met hoe ik mijn make-up en mijn oogmake-up had gedaan. Maar ik denk dat ik dan gewoon even heerlijk in bad ga liggen. Ons diner is binnen. Even uitstallen maar even een foto van me. Instructie bij, ja, maar moeten we dit koud zetten? Oh, wacht. Oké. Oh, het is iets veranderd. Het menu. Maar dat maakt niet uit. Dat weet ik nog niet. Ik bedoel dat er meer vis bij zit of niet. Ik hou niet van vis. Het is carpaccio. En dan is het sushi. En asperges in saus. Dat vind ik dan jammer, want het was iets anders. Gemarineerde watermeloen. Dan hebben we gambas, coquillas en pennen. Wellington. Livarlende met glasnoedels. Risotto. En dan een vegan bacon crumble. En dan limoen crème fraîche. Gerookte yoghurt. Er zat ook een chocoladetoetje bij. Dat is ook niet meer bij. Wat is het? Nou, hier staat wel weer een bakje met brownie. Nou, gaan we meemaken. Moeten we nu al om lachen. Er staat voor lekkere muziek van Blij. Hè? Er zit een leuk muziekje aan, bla bla. Voor lekkere muziek Spotify list. En dan hier. Zet het tiramisu in je koelkast. Behalve als je hiermee wilt beginnen. Wat apart is. Maar ja, je bent thuis. Dus dat kan. Niemand ziet het. Maar het is nu 4:30, dus we gaan nu nog niet eten. Dus ik heb even alles ingezet. Ik hoop dat het goed is. Er staat dat het voorgerecht is 4 minuten voorbereidingstijd. Het hoofdgerecht 20 en dessert 0 minuten. Dus we gaan het zien. Ik heb net even lekker in bad gezeten. Ik voel me echt gesport in de bad gezeten. Lucht een stuk beter. Ik wil toch nog even wat voor werk doen. Dan ga ik nog even mijn andere acties afwerken. Sven gaat nu sporten. En ik denk dat we zo rond 6 uur gewoon beginnen met het voorgerecht. Of weet ik wel, 6:30. We hebben geen haast. Oh, ik moet echt mijn badjas in de was doen. Goed, maar ik heb mijn make-upje. Ik heb even een maskertje op gehad, maar ik heb mijn oogmake-up laten zitten. Dus ik heb eigenlijk alleen nu eventjes mijn basis opnieuw gedaan. Zo even wat leuks aan doen. Ja, voor de relatie ook gezellig in plaats van een badjas. Dus. Dit is onze eerste gang. Carpaccio, sushi, asperges met het een of ander. En hier mist het belangrijkste ingrediënt, namelijk de feta. Die zit er niet bij, maar dit is verder iets met watermeloen en gele meloen en radijsjes. Proost. Oh, mijn glas is heel vies. En de volgende gang. Ja, dit wordt eigenlijk bij elkaar op een bord, maar ik doe gelijk gamma's. Zo, dat hebben we zo. Ik zit echt heerlijk te eten. Sven is helemaal blij, want hij kan dus alle borden nu aflikken. Dat mag natuurlijk niet in een restaurant. Maar nu praktische kans. Maar het is echt heel lekker. En zelfs de pasta met gamma vind ik lekker. Ja, de gamma niet, maar de pasta wel. Ga ervoor. Maar ja, dit alles was dus €20. €19,95 per persoon. Aanrader, absoluut. Maar goed, ik neem aan dat niet iedereen is er gewoon maar blij bezorgd, dus wel door heel Utrecht. Maar ja, dit is echt wel leuk. En je bent met het hoofdgerecht ben je 20 minuutjes bezig, met het voorgerecht 4-5 minuten geloof ik met voorbereiden. En 20 minuten is vooral eigenlijk overtijd. Ik bedoel, je hoeft in principe alleen maar dat vlees even in de pan te leggen, maar verder hoef je niks te doen. Het is echt super simpel en het is echt leuk om een keertje te doen. Je kan er ook wijn bij bestellen. Wij hebben er nog wel brood met truffelboter bij besteld. De wijn hebben wij gewoon van onszelf. En je kon er nog iets bij bestellen, geloof ik. Ja, prosecco zo. Maar ik bedoel, je kon nog iets anders te eten doen. Maar dat hebben wij ook niet gedaan. We hebben er zo meteen nog dessert. My favorite part.
We hadden eigenlijk zelf nog een kaasbroodje moeten doen, zitten we nu te bedenken. Want wij doen eigenlijk altijd dessert en kaasbroodje. Maar ja, het is echt heerlijk. En die pasta was echt heel veel. Dat is gewoon in feite al een heel bord. Ik neem de pyjama-jas aan. Ja, weer gerenigd. Goedemorgen, het is zaterdag. We hebben heerlijk geslapen. Gisteren heb ik een filmpje gekeken. En nu zijn mijn ouders en kids teruggebracht. Ik heb zometeen een digitale baby shower. En ja, dat is het eigenlijk. Oh nee, komt nog een vriendinnetje, komt nog kleren ophalen. Dat zou ze eigenlijk vanmorgen doen. Dat is degene van de baby shower, maar ze weet niet dat het baby shower is. Maar ze zou het eigenlijk vanmorgen komen doen, maar haar vriend had haar sleutels meegenomen. Dus dat wordt vanmiddag. Oh. En dat is het zo'n beetje verder gewoon een beetje in en om het huis. Ik dacht dat het beter weer zou worden, eerlijk gezegd. Ja. Oh, vanmiddag. Okay. Hier. Deze bedoel je? Die Lego boeken. Oh, die. Zachtjes praten. Je bedoelt de bouwboeken. Oh, ja, die zitten hier boven je kast. Voorzichtig, lieverd. Ga maar niet voor de bak van witte zitten, dan kan ze er niet langs. Maar hier. Oh. Welke zoek je dan? Welk poppetje was je aan het maken? Oké. Gezondheid. Goed zo, Jochem. Deze heb ik van jou gekregen. Ja. Omdat ik het zo goed heb gedaan. Toen, hè, ja. Ik heb nu die... Tenminste, over 2 minuten begint mijn digitale baby shower. En zullen we even hardlopen. Want Ene slaapt nu. En normaal gaat Niels dan mee, maar hij gaat nu een langer stuk. En met twee grote bruggen over en zo. Dus dat wordt een beetje te zwaar voor Niels. Ik zei, nou, laat Niels dan maar hier, maar dan zet ik hem eventjes achter een filmpje. Terwijl ik die baby shower, volgens mij is niet zo lang. Maar dan kan hij gewoon lekker bij me zitten. Want als hij gaat spelen, weet ik toch dat ik 6000 keer de vraag krijg of ik weet waar een stukje is of een boekje. Maar goed, dat hebben we al lang verhaal kort. Mees Kees gaat hij kijken. Terwijl ik de baby shower heb. Oh, dit gaat natuurlijk niet goed. Nou, lieverd, ik wil er ook graag zitten. Oh, meneer ligt. We kunnen beginnen. Bijzonder. Ik zat gewoon met Niels te kletsen op die stoel. En hij lag zeg maar zo met zijn benen hier. En hij lag zo met zijn hoofd naar beneden. Gewoon daar aan het kletsen. Hij dacht misschien kan iets bakken of zo. En je zegt hij niks meer terug. Ligt hij gewoon te slapen. Maar ja, ik zat... Ik ben met mijn benen zo. Kan je het zien? Zo, zo. En hij lag dus zeg maar met zijn hoofd hier en dan zeg maar zo bergafwaarts. Nou, ik dacht, ja, dit ga ik niet lang volhouden. Het lijkt me voor hem ook niet heel goed om met zijn hoofd zeg maar hangend naar beneden te slapen. Dus Sven heeft hem opgetild en omgedraaid. En nu heb ik er een dekje over een sjaal overheen gedaan. Nou ligt hij daar. En Eden ligt er dus ook al ruim 2 uur in. Ik dacht net van, die ga ik maar wakker maken. Maar ja, nu hij slaapt, zij laat hem dan niet slapen. Ik denk, ja, laten we haar ook maar even liggen. Dat is heel bijzonder. De baby shower was heel gezellig. Dat was fijn. Nu weer, ja. Wat ga je doen met al die tijd, hè? Bijna oud.
Babydoeken. Babyvoeten. Ja. Ja. We gaan nog wat vlot. Maar hier wel niet zo vlot, want Elin loopt zelf en dat duurt wat langer. En ze heeft even een koffie to go gehaald. Speurtocht, oké. Okay. Heb je hem opnieuwd? Echt waar? Ik heb het oh? Oh ja, met de letter van Elin, heel goed gezien. Foto maken? Ja hoor. Wij zijn net terug van buiten. We hebben, hoe laat is het nu? 5:30. We wilden eigenlijk met je hebt zo'n in de buurt zo'n, weet zo'n ding, vlot? Nee, ik zeg het iedere keer verkeerd. Nou, anyway. Zo'n ding. Om naar de overkant van het water te komen. Oh, die was blijkbaar weg. Dus toen zijn we een stuk gaan wandelen naar een andere speeltuin. Echt mega veel zand was. Wat fantastisch vindt. Er ligt helaas met helemaal wat zand. Maar goed, hebben we allemaal weer opgeruimd. Dus we kijken nu even een filmpje. De boodschappen komen zo. En dan gaan we lekker eten. En ik ga even was opruimen, denk ik. Hard. 600.000. En misschien dat we morgen nog even met mijn nicht en de family gaan borrelen. Online, uiteraard. Even kijken. Dus ja, hoe noemt's? Papa en mama zijn heel trots op jou. Elsa, hè? Omdat je op het potje hebt geplast en gepoept. Wat is dat? Ik dacht het erop, hè? Wat is dat, Elin? Eten. Vind je die mooi? Ja. Omdat je op het potje hebt geplast, hè? En gepoept, grote meid. Net weer, hè? Mag ik hem even... Willen jullie ermee spelen? Natuurlijk mag dat. Zullen we hem openmaken? Ja. Kusje? Mwah. Of gaat ze een andere jurk aan doen? Ja. Grote polia. Nou, dit heeft ze dus gekregen. Heeft ze zelf uitgezocht. Ze is gek op Elsa. Maar op het moment dat ze net lekker mee aan het spelen was, was ze wel... Ja, gaat hij draaien. Maar gewoon een beetje plas. Maar dat, ja, ze was gewoon zo druk bezig dat ik dat ook wel snap. Oh ja. Maar ze is heel blij mee. Oké. Oh ja, wat mooi. Ik weet niet of ze helemaal de link legt, maar ze had nu op het potje geplast. Dus we dachten, nou, dit is wel het moment dan om het te geven. En bij het kandidaat vertelde ze ook dat ze al op de wc wil zitten daar. Of ze dan plast, weet ik niet. Maar ja, zo leuk. Ja, het zou natuurlijk ideaal zijn als ze nu zinnelijk wordt. Maar ja, dat is niet altijd al verwachting, want het is nog zo jong. Ja, dat is Sneeuwwitje. Die kan wel op visite komen. Ja, lekker Olaf. Deze. En ik doe ook mijn camera erin. Dat ik zo... Wij gaan een ijsje eten, want de ouders van Sven trakteren. Van afstand, ze hebben het ons overgemaakt om een ijs te eten met de kinderen. Nou, dat is hartstikke lief. Dus dat gaan we dat zeker doen, ook al is het niet mega lekker ijs weer.
Die zeggen rotzooi, maar mij niet uit. Goed, bamano. Wij hebben net in een vrij lange rij gestaan voor Roberto Gelato. Maar de zon is helemaal doorgebroken, het is heerlijk. Niels heeft, mocht twee bolletjes, wij mochten drie bolletjes. Eén bolletje. Mevrouw smaakt het ook. Wij zijn net terug van het ijsje eten. Ik heb er heel weinig van gefilmd. Want na het ijsje eten, nou, ijs eten sowieso met kinderen en dat filmen is sowieso een uitdaging als je wil dat niet alles onder het ijs komt te zitten. En daarna moest Sven nog even boterhammen met de Ecoplaas, dus toen zijn wij naar een van de speeltuintjes gaan, maar dat is niet de speeltuintjes waar we normaal komen. Dus het was met best wel veel natuurlijke klimdingen, zeg maar, met allemaal touwen, maar dan net te grote afstanden ertussen. Dus, en er was een collegaatje, of een oud collegaatje van mij, en haar vriend is, was ook een collega van mij, en dus ik ken hun kindjes ook. En die wonen daar verder niet, maar die waren toevallig ook. Dus zeg maar, probeer zeg maar bij te praten, Elin te helpen, Niels in de gaten houden, en af en toe hier Niels en zo. Dus het was een uitdaging. Toen kwam Sven terug en toen moest hij nog naar de Albert Heijn. Toen zei ik, nee, maar ik loop dan wel van de Albert Heijn met de twee kinderen op de fiets, maar zijn... Zit je van Niels op nog bij Sven? Ik zei, nee, weet je, ik zet hem wel gewoon achterop en ik loop wel. Maar het was een partijtje zwaar en ik had ook gesport. Dus nou ja, mijn armen zijn helemaal in ellende. Maar goed. Dus het was zeg maar allemaal niet echt sessies waarbij ik kon filmen. Dat was eigenlijk mijn verhaal. Vanmiddag had ik helemaal Elens haar uitgekamd. Want wij douchen ze twee keer in de week of in bad, zeg maar. En dan wassen we ook de haren. Meer doen we eigenlijk niet, omdat ze allebei hele droge eczeemhuid hebben. Dus dat moet je niet te vaak wassen. Natuurlijk wassen we wel gezicht en handen en dat soort dingen. Maar niet, niet te vaak in bad en douche. Soms doe ik een keertje extra als ze echt enorm in de zandbak zijn geweest. Maar in principe twee keer in de week. Maar Elin heeft natuurlijk lang haar. En dat doen we altijd vast. Of meestal doen we het vast, want anders hangt het gewoon voor haar gezicht. Maar dan zit ze wat te eten en dan zit er altijd wel ergens haren. En, nou goed, dus ik had vanmiddag had ik helemaal even alle smeerkaas eruit gekomen. Dat doe ik altijd met dit. Daar gewoon een anti-klitspray, maar deze toevallig die ik nu gebruik. Dit is de kruidvat keratine repair. Maar dat spreek ik dan in, kwam ik het door. En dan is alle ranzigheid eruit. Dat had ik dus vanmiddag gedaan. En nu zat er echt allemaal aardbeienijs overal. Ik dacht, dat ga ik nog een keer doen. Dus ik heb haar nu in twee staartjes gedaan. En hier had ik zeg maar al een vlechtje gemaakt voor met het ijsje eten. Nu heb ik dus twee staartjes. Ik kan het echt als het goed is nergens meer inkomen. Dan is het even schoon. Maar het ruikt altijd echt heerlijk als dit in de haar. Want omdat je maar twee keer in de week wast, ruikt het ook maar twee keer in de week zeg maar naar sop. En de rest van de week ruikt het gewoon eten, want het ook mega lekker ruikt. Maar ik gebruik trouwens voor haar altijd. Ik ben eigenlijk altijd van een natuurlijke product. Maar ik moet zeggen dat ik voor Niels inmiddels overzoek. Ik zal het even pakken. Meestal gebruik ik van Weleda Baby ook voor een bad en zo, maar voor haar haren gebruik ik nu de Zwitser anti-klit shampoo. En voor Niels had ik nu deze. Voor onder de douche de Drakenkracht shampoo en douche. Voor hem probeer ik altijd geen klitten in te halen. Van Knijp. Maar ik heb nu deze gedaan. De shampoo en douche. Want ik vind deze echt. Die ruikt zo smerig. Niet te doen. Het echt naar heel erg koud. Deze heb ik niet eens geroken. Dus daar ben ik ook weer handig mee. Oh nee, deze ruikt veel beter. Dus ruikt gewoon naar normaal. Dit is de Dermocare shampoo en douche. Met SpongeBob erop. Ik weet niet, dat is veranderlijk voor Eden, die anti-klit gebruik. Dat ik nu ook voor hem dan in bad doe ik altijd wel Weleda. En dan Calendula crème bad. En soms gebruik ik ook wel deze nog, de Calendula shampoo. Maar ik vind dat deze voor een is lange haar, er zit dan te veel klitjes nog in. Dus dat vind ik niet zo handig. Maar goed, we zouden eigenlijk nog met mijn nicht borrelen, maar... Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet eens weet waar mijn telefoon is. Laat staan dat ik contact met iemand heb gehad. Dan ga ik hem nu eens eventjes opzoeken. Iedereen ligt op bed en ik ben nog even mijn nagels aan het doen. Mijn tenen waren er heel erg aan toe. En mijn handen ook. Mijn handen ga ik doen met ballet stippers van Essie. Dat is zeker niet een favoriet, maar
hè, je moet een beetje afwissen. En op mijn tenen, zal ik zo even laten zien, maar daar heb ik de Sally Hansen Miracle Gel in de kleur 160 Pinky Promise. En dan natuurlijk een topcoat. Dus dat zit er nu op, twee laagjes. Sorry, dat was misschien extreem ranzig. Ik heb zelf een voetfobie, dus ik vind het eigenlijk altijd heel vies. Maar ja, sommige mensen hebben daar geen last van. De meeste mensen hebben daar geen last van. En dus zometeen ga ik mijn vingers nog even doen. En ik zit ondertussen Love Island te kijken. Ik heb net weer een stuk van Working Moms gekeken. Ik heb een hele grote pukkel weer. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik ga maar weer. Ik was geswitcht van mijn Estée Lauder Perfectly Clean naar eentje van de Ethos. En mijn toner van Estée Lauder Perfectly Clean lijn was ik geswitcht naar Rock. En dat is het enige wat ik kan bedenken. Of het is een soort door de zwaardere pil, maar dan later. Maar dat lijkt me gek. Dus ik ga denk ik weer eventjes switchen naar mijn eigen toner en cleanser. Ik kan aan mijn werkweek beginnen. Ik heb de broodrommel voor Niels weer gemaakt. Het is heel gek omdat het nu nog niet helemaal in, omdat hij natuurlijk maar 2 of 3 dagen naar school gaat, hè, afhankelijk van de week. Ja, zit het veel meer in je systeem dan normaal. Dus we moeten echt even aan wennen. Maar ik heb nu 1 boterham smeerkaas, 1 boterham pindakaas, 1 gezonde brownie van Chicks of Foods. Trouwens wel een goede tip. Die is met dadels, cacao en hazelnoten en kokosrasp. En hij vindt hem heel lekker. En snacktomaatjes en als fruit heb ik frambozen en bessen. Heeft hij mee en dan gewoon water. Dus dat zit in zijn broodrommeltje mocht je erin geïnteresseerd zijn. Nou, de kids liggen lekker op bed. Sven ligt al op bed. Ik ga nog even mijn nageltjes afmaken. En dan ga ik ook lekker naar bed. Schoon bedje op zondag. Zondag is wasdag, zoals jullie weten. Dus, maar ik vind het altijd heerlijk het moment dat je in je schone bed kruipt. Ja, dan gaat de week weer beginnen. Super dank voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Doeg!